Nou, we gaan gewoon door de achterdeur, want Zwanette zei de voordeur, daar doen we niet aan hier. Ik ga maar even kloppen, hè. Maar weet je, ik ga gewoon naar binnen. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Wie verdient er nou dit jaar zijn extra mooie kerst? Die vraag stelden we de afgelopen tijd via onze socials. Er werd massaal op gereageerd. Vandaar dat ik in deze serie nou eens langs ga bij mensen die nou net even een extra steuntje in de rug verdienen. En vandaag is er wel iets bijzonders, want ik ga langs bij een jongetje die pas 5 jaar is, Lorenzo. En waarom ik bij hem langs moet, dat gaat zijn moeder uitleggen. Hallo Zanette. Hoi. Ja, Lorenzo, 5 jaar, klopt, jouw zoontje. Klopt. Leg me eens uit, waarom wil je hem graag verrassen? Nou, Lorenzo is eigenlijk vanaf zijn geboorte al ziek, ja, waarvoor hij nu behandeld wordt. En die heeft gewoon hele zware tijden gekend. En nu wordt het gewoon tijd voor positiviteit, ja, voor dus hem. Hij is pas 5 jaar, maar heeft eigenlijk, ja, al een heel leven achter de rug. Klopt. Daarmee, klopt, jullie ook, denk ik, als ouders. Ja, dat klopt. Wat is er met hem aan de hand? Nou, Lorenzo's lichaam die maakt te weinig antistoffen aan, waardoor hij iedere keer door iedere situatie levensbedreigend ziek wordt. En dan praat je echt over echt heel ziek, wat gewoon echt gevaarlijk is. Ja, wat is er dan zo al gebeurd de afgelopen jaren? Nou, hij heeft 13 keer longontsteking gehad. 13 keer? 13 keer. En ja, dan is het, zijn lichaam ruimt het ook moeilijk op. Dus dan is het gelijk hoge koorts, boven de 41 graden, waarvan hij ook gewoon slecht herstelt. Dus ja, dan functioneert je lichaam op een duur bijna niet meer. En dan is het gewoon iedere keer een wonder als hij eruit komt. Ja, dus waar een, ja, normaal, waar een kind normaal gesproken ziek van wordt en weer herstelt, daar wordt Lorenzo echt doodziek van. Ja, bijvoorbeeld een ander krijgt bijvoorbeeld een griepje of een verkoudheidje. Lorenzo wordt dan doodziek. Ja, is het levensbedreigend? Ja, het is wel echt levensbedreigend. Ja? Ja. Wat is het misschien wat het ergste moment geweest? Dus ja, op een gegeven moment eten ging niet meer, drinken ging niet meer. Dus de zonnevoeding erin, dat ging ook niet, dat kwam er ook uit. De koorts die zakte niet meer, dat bleef 41,7. Plassen deed het niet meer, dat was echt, ja, eigenlijk deed het bijna niks meer. Dus toen zeiden de artsen en van het ziekenhuis ook van, je moet maar toch wel je gezin erbij halen, want we weten toch echt niet hoe dit af gaat lopen. Dus toen hebben we ook echt voor ons dan afscheid genomen. We hadden het niet bewust tegen hem zo gezegd. Want ja, dat is natuurlijk best heel moeilijk voor zo'n klein kind. Maar hij heeft echt kantje boord gelegen. Hoe merk je dat hem dat toch heel veel doet? Hij is de laatste tijd heel veel met de dood bezig. En als we bijvoorbeeld naar school gaan, dan komen we langs een begraafplaats. En daar wil hij altijd even stoppen. Dat vindt hij echt heel interessant. En dan vraagt hij ook wel eens van, mama, als de plasma niet helpt, ga ik dan daar wonen? En dat zijn wel hele moeilijke vragen, van waar ga je daarop antwoorden? Maar hoe gaat het dan nu met hem? Ja, we hebben nu net gehoord dat de plasmabehandeling aanslaat. Dus wat is de plasmabehandeling? Hij krijgt iedere week een infuus via zijn buik, dat geef ik hem zelf. Mm-hmm. En dat, dan krijgt hij eigenlijk de antistoffen van donoren. Het is voor Lorenzo natuurlijk heel heftig wat hij meegemaakt heeft, maar hoe is het voor jou als moeder? Ja, voor onze moeder en voor het hele gezin eigenlijk is het wel echt ook heftig, hoor. En vooral die angstige momenten, dat gaat gewoon helemaal door je lichaam heen. Maar ja, ik ervaar altijd wel kracht van mijn geloof. Dus, en dat geeft mij heel veel kracht, dat ik denk van, oh ja, er is altijd één iemand die weet wat het beste is voor hem. Nou ga ik naar hem toe. Ja. Wat voor mannetje ga ik nou ontmoeten? Een ondeugend mannetje. Ja? Ja. 5 jaar, is hij bij de hand? Ja, want wat hij meegemaakt heeft voor zijn leeftijd, mm-hmm, dat heeft iemand misschien van 50 nog niet meegemaakt. Dus ja, hij is op sommige gebieden wel heel wijs. Oké, okay. Gaat hij schrikken? Nee hoor. Nee. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik ga gewoon naar hem toe, ik ga hem verrassen. Ik vind het voor hem spannend, ik vind het zelf ook wel leuk. En ook wel spannend, moet ik zeggen. Ja, begrijp het. Ik ga het doen en jij komt er zo snel mogelijk ik bij. Ik kom er zo snel mogelijk bij. Nou, zie ik je zo terug. Prima. Nou, we gaan gewoon door de achterdeur, want Zwanette zei de voordeur, daar doen we niet aan hier. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die kleine man gaat reageren natuurlijk. Ik ga maar even kloppen, hè. Maar weet je, ik ga gewoon naar binnen. Dat kan hier gewoon. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Jawel, hij zit hier gewoon. Hey! Hallo zeg. Ik ga een kerstboom bij je neerzetten. En ik ga even jou een hand geven. Ik ben Bert. Ik ben Lorenzo. Dat dacht ik al, man. Ik heb wat leuke kerstspullen bij me. En ik heb een heel leuk cadeautje bij me voor je. Want ik kom een beetje als een verrassing bij jou. Zullen we eerst praten? Ja. Of we eerst cadeau doen? Eerst cadeau. Dan doen we eerst het cadeau. Maak hem eerst open. En dan ga ik daarna wil ik graag iets van je weten. Zal ik je even helpen?
Zie je wat dit is? Wat denk je? Kijk eens heel goed. Een wolf. Nou, in één keer. Helemaal goed, man. En het is ook maar nog mijn lievelingsdier. Nou, dat had ik gehoord, dat dat jouw lievelingsdier was. Ik, nou, ik neem een wolf mee voor jou. En dat heb je wel een beetje verdiend, vindt jouw moeder. Want ik heb gehoord van je moeder dat je ook best wel vaak al in het ziekenhuis gelegen hebt. Hoe komt dat? Want ik was ziek. Ja, hè? Ja. En hoe vaak heb je in het ziekenhuis gelegen? Echt heel vaak. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou? Leuk. Niet zo leuk, hè? Nee. Nee. En wat weet je dan nog, dat je in het ziekenhuis lag? Een slang in mijn neus had. Ja. En toen ik nog een slang in mijn keel had. Ja. De slang zat niet lekker. Nee, het zat niet fijn, hè? Moet je er vaak aan terugdenken? Je bent een leuke gozer, man. Ja, al die ingewikkelde vragen, die man, hè? Hey, ja, dat snap ik wel. En dit is allemaal te danken aan je moeder, die ik er nu even bij geroepen. Sarette, kom er even bij als je wil. Want ik heb kennis gemaakt met deze stoere zoon van je. Hey, leuk. Ja. Dat heb je verdiend, hè? Een verrassing. Ja. Vind je het leuk? Ja. Ik vind het echt super stoer van hem. Nou heeft hij me al een klein beetje uitgelegd wat hij al heeft meegemaakt. Hoewel dat natuurlijk al niet makkelijk is voor iemand van 5 om dat precies terug te halen. Nou heb je me ook iets verteld, net over dat je nu behandelingen krijgt. Klopt. Dat betekent dat je elke week krijg je dus een prikje in je buik. Ja. En wat, hoe vind je dat? Goed. Ja? Dat vind je eigenlijk niet zo leuk? Nee. Maar? Ik doe het toch. Je doet het toch. En waarom doe je het dan toch? Want als ik niet ziek word. Want daardoor word je niet zo ziek. Dus je weet dat het eigenlijk moet. Ja. Ja. Nou is het natuurlijk fantastisch dat je door de behandeling met de plasma, dat je iets minder kans hebt dat je echt heel erg ziek wordt. Ja. En dat heeft heel veel impact op jullie gezin gehad de afgelopen jaren. Ja. Nou, je hebt altijd de spanning als je ergens naartoe gaat op vakantie of dat je weggaat. Dat je altijd denkt van, oh, wordt hij er weer erg ziek van? Dus, en nu doordat hij die plasma krijgt, dan denk je van, oh, nou misschien kunnen we wel eens een keer fatsoenlijk op vakantie. Gewoon eens een dagje weg. Dat is voor de meeste mensen gewoon vanzelfsprekend. Ja. Maar voor ons was het helemaal niet vanzelfsprekend. En wat kon dan bijvoorbeeld niet? Nou ja, alles kan in principe. Alleen overal zijn natuurlijk zoveel bacteriën of virussen. Waar hij gewoon weer ernstig ziek van kan worden. Dus dan moet je echt een overweging maken van is het de moeite waard. Ja, maar nu de behandelingen aanslaan. Is nou, er dan, iets meer mogelijk? Ja, want hij krijgt nu eigenlijk de soldaatjes, de vechters, van de donors. Ja, die soldaatjes die krijg je elke week in je buik geprikt. Ja. En daardoor kun je misschien soms ook dingen doen die je misschien eerst niet kon. En misschien kan je nu ook bijvoorbeeld dit doen, ik laat het je even zien. Een dagje met snallen naar de dierentuin. Ja. Zo. Zou je dat leuk vinden? Ja. Zal ik die dan aan jullie geven? Neem de wolf ook mee, maar dan ga je ook naar echte dieren in de dierentuin. Dat bieden we jullie aan als gezin. Nou, wat leuk. En we hopen dat jullie vooral ook een heel mooi kerstfeest zullen hebben met elkaar. Ja. Jij bent blij? Ja. Dan zeg ik een hele grote box. En tegen iedereen die keek zeg ik, kijk, een zorgeloze kerst is niet voor iedereen weggelegd. Dat zie je maar. Gelukkig iets minder zorgen dan de afgelopen jaren, maar ze zijn er nog wel. Nou kan ik niet bij iedereen langs gaan, maar jij kunt ook je ogen open houden voor de mensen om jou heen. Weet je, een bezoekje, een telefoontje, een kaartje, het kan zo belangrijk zijn. Kijk ook even voor tips op onze site eo.nl/kerst.